De escalaties bij het protest van 17 februari moeten een keerpunt brengen in het beleid, zegt president Chandrika Prasad Santokhi. Bij deze gebeurtenissen moet het beleid in een andere tijdsfase worden gebracht. Daarom wordt er een nationaal dialoog gevoerd, niet om vervolggesprekken te voeren, maar om na te gaan in welke richting het beleid gestuurd moet worden, zegt het staatshoofd. 17 februari moet keerpunt zijn in ons beleid, in onze benadering, in onze samenwerking, in het omgaan met de natie Suriname, in het omgaan met de rechtsstaat, met de democratie, maar ook voor wat betreft de issues die spelen. En ik denk dat het goed is dat men bij zo'n gelegenheid en zo'n gelegenheid, daar heb ik inderdaad gezien dat heel wat mensen voorbereid komen, goede inzichten, gaat het erom hoe willen we onze natie nu gaan inrichten, dat wij gevoel zijn naar man, am kombaka, datgene wat zo a-Surinaams is, mag nooit meer gebeuren. Hoe gaan we die polarisatie weghalen in de samenleving? Hoe gaan we die onvrede weghalen? Hoe gaan we die haat, die etnische haat weghalen uit de samenleving? Voor mekasanlik van broemtje jari bakken, hoe moeten we die liefde terugbrengen? Dat is eigenlijk, en hoe gaan we het land anders inrichten, zodat er meer tevredenheid is. De Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, en de vakcentrale C47 hebben niet deelgenomen aan een nationaal dialoog. President Santokhi zegt dat de regering een andere benadering zal toepassen om hun aandeel bij het geheel te krijgen. Om uit te leggen dat het niet zozeer gaat om de onderhandelingen en de inzichten die ze gepresenteerd hebben, maar het gaat erom hoe we de toekomst willen zien, hoe we die mooie toekomst naast Suriname willen bouwen met betrokkenheid van alle Surinamers. En dat me wani, dat daar konden die zien, naf uno sernamman, wij gaan het zelf moeten ontwikkelen. Wij Surinamers zullen het zelf moeten opbouwen. En dat is wat ik vraag. Iedereen een handje mee te helpen.